Live from Amsterdam, our reporter Greg Shapiro with breaking news. Greg, vertel. Breaking news, reports of intimidation. Kiezer intimidatie in de rij. Er zijn geen meldingen dat kiezers worden lastiggevallen door extreemrechtse groepen. We now have reports of a government minister, een overheidsfunctionaris die probeerde te stemmen met een nep ID of feitelijk een ongeldig paspoort en een ongeldig rijbewijs. Maar nu is hij terug met een paspoort, een vaccinpaspoort. Oeh, nee, dat is voor zijn hond. En nu is hij positief getest voor corona. Blijkbaar is de naam van die minister Hugo. Hugo de Sjonge, jonge, jonge. More CNN News as it breaks. Greg Shapiro, live from Amsterdam. Dank je wel.